In de vorige video hebben we gekeken naar een hele simpele beweging, een eenparige beweging. En daarbij hebben we eigenlijk gekeken naar de basics van numeriek modelleren. In deze video gaan we een iets complexere situatie bekijken, namelijk een versnelde beweging. En dat wil ik doen aan de hand van een gedachte-experiment waarbij ik een steentje laat vallen van de euromast. En ik ben nu geïnteresseerd in hoe ziet de beweging eruit van het steentje tussen het moment dat ik hem loslaat en het moment dat het steentje op de grond komt. En ik verwaarloos even wrijving. Nou, dan moet ik meteen op één dingetje letten, en dat is het volgende: de Euromast die heeft een, een positieve hoogte in mijn, in mijn, in mijn situatieschets. De steen die zal vallen en de hoogte zal dus ook afnemen gedurende de tijd. En dat komt omdat er een versnelling werkt op het steentje. Dat is natuurlijk de valversnelling, maar die versnelling is wel negatief. Daar moet ik wel op letten. Ik moet een negatieve waarde gaan gebruiken in mijn model. Maar eerst wil ik even kijken, kan ik dit nu ook in de vorm van een vergelijking stoppen? En dat blijkt uh, te kunnen, dus niet heel, eens zo heel ingewikkeld. Je kunt deze vergelijking opstellen van de situatie. En met deze vergelijking kun je dus voor elk gewenst tijdstip tussen 0 en het moment dat het steentje op de grond komt, uitrekenen wat de hoogte van het steentje is. Maar ik wil kijken of ik deze situatie ook kan modelleren in een numeriek model. En dan begin ik met deze standaard indeling weer. Links de modelregels en rechts de startwaarde. En je ziet dat ik de startwaarde al heb ingevuld. Komt overeen met de situatie die ik net heb beschreven. En laten we nu eens gaan kijken welke stapjes ik wil dat het numerieke model gaat doen voor mij. En ik heb nu in tegenstelling tot uh, de situatie in de eerste video. Meer dan één grootheid die verandert in de loop van de tijd. Niet alleen de plaats zal veranderen in de loop van de tijd, maar ook de snelheid van het steentje. Hoe langer het steentje valt, hoe groter zijn negatieve snelheid zal zijn. Dus ik moet eerst beginnen met elke tijdstap uit te rekenen wat de nieuwe snelheid gaat worden uh, na, het, uh, na, dat, na die tijdstap. Nou, dat ga ik doen als volgt. Want ik kan het snelheidsverschil uitrekenen omdat ik weet hoe groot de constante versnelling is, die is gelijk aan g. En als ik dat ga uitrekenen, dan krijg ik een snelheidsverschil trouwens die negatief is. En ik krijg een nieuwe snelheid die ook steeds negatiever gaat worden. Maar dat klopt dus helemaal met de situatie zoals wij die hebben. Ik bereken elke tijdstap een nieuwe snelheid en ik ga ook die nieuwe snelheid berekenen om elke tijdstap uit te rekenen wat mijn nieuwe plaats wordt. En omdat die snelheid negatief is Wordt die, uh, het verschil in plaats zal ook negatief zijn. Waardoor ik telkens een nieuwe plaats krijg die lager is, minder hoog is dan mijn oude plaats. Nou, dat is precies wat ik wil. Dus het model gaat dit perfect voor mij uitrekenen. Natuurlijk heb ik ook een stopconditie nodig. En ik wil dat het model stopt op het moment dat het steentje de grond raakt. Wat krijg ik nu voor meetwaarde als ik dit model ga laten draaien? Nou, daar gaan we ook even naar kijken. Maar ik ga eerst even uh, de analytische. Situatie zien. Dus als ik die vergelijking die ik net liet zien, ga uitzetten in een grafiek, wat krijg ik dan? Nou, dan krijg ik een vrij bekende um, een vorm, dan krijg ik een parabool en die ziet er als volgt uit. En na ongeveer 4,62 seconden komt het steentje op de grond. Hoe ziet nou mijn numerieke model eruit? Nou, die ziet er als volgt uit: het model rekent natuurlijk per tijdstap en na elke tijdstap krijg ik mijn meetwaarde. En die heb ik hier even weergegeven als dikke stippen. En omdat ik hier als tijdstap 1 seconde had, heb ik in totaal 6 meetpunten. En als je dit nou zo bekijkt, dan valt je misschien drie dingen op. En die wil ik alle drie ook even benoemen. En ik ga dadelijk ook kijken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden. 1 is dat ik natuurlijk maar een beperkt aantal meetpunten heb. En ...wat er nu precies gebeurt met dat steentje tussen elk meetpunt... ...ja, daar kan ik niets over zeggen met mijn numerieke model. Twee is dat mijn laatste meetpunt eigenlijk al op een hele gekke plek ligt. Die ligt namelijk op uh, dik 40 meter onder de grond. En dat is natuurlijk uh, niet helemaal uh, zoals het er in het echt uitziet. Dat steentje zal geen 40 meter de grond in schieten. En drie, en dat is misschien nog wel uh, het belangrijkste... ...ik zie dat mijn numerieke meetpunten... Duidelijk afwijken van mijn uh, vergelijking van de oranje lijn. Dus blijkbaar is het numerieke model niet in staat om de goede waarde uit te rekenen. Nou, dat is wel iets om in je oren te knopen. In heel veel situaties is dat gewoon een feit en kun je met een numeriek model nooit precies dezelfde waarde uitrekenen als uh, met je vergelijking. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat die waarde die het numerieke model geeft, wel veel dichterbij de tussenhaakjes echte waarde komt te liggen. En daarvoor kunnen we eigenlijk een hele simpele truc doen. En die truc luidt uh, maak gebruik van kleinere tijdstappen. Wanneer ik uh, een tijdstap pak die kleiner is dan 1 seconde, zal ik uh, zien dat ik N1 meer meetpunten krijg, dat is natuurlijk logisch. En 2, die meetpunten komen dichter bij die oranje lijn te liggen. En 3, mijn laatste meetpunt zal ook niet 40 meter onder de grond liggen. Er zit natuurlijk ook wel een nadeel bij bij het pakken van een kleinere tijdstap. Want als je kleinere tijdstapjes neemt, dan moet je ook meer tijdstapjes doorrekenen om dezelfde situatie te kunnen berekenen. En dat is ook meteen een praktisch probleem waar je tegenaan loopt, zeker wanneer je gebruik maakt van hele complexe numerieke modellen. Op een gegeven moment is het een afweging tussen hoe lang wil ik dat het programma aan het rekenen is voor mij en hoe nauwkeurig. Wil ik uh, dat mijn uh, rekenwaardes uh, worden. Uh, maar ik kan wel zeggen, in het uh, voorbeeldje wat ik hier had gegeven, is een tijdstap van 1 seconde. Ja, dat is gewoon eigenlijk veel te groot om deze beweging goed te kunnen vastleggen. Nou, wat krijg je nou als je die tijdstap verandert? Bijvoorbeeld, uh, in plaats van 1 seconde, nog maar 0,01 seconde. Nou, dan krijg je uh, dit plaatje. Hier heb ik ook uh, beide benaderingen uh, bij elkaar uitgezet. En je ziet eigenlijk dat ze perfect over elkaar heen vallen. Ik heb zelfs uh, de analytische waarde, de oranje uh, lijn, heb ik even moeten stippelen. Zodat je de witte lijn er doorheen ziet komen. Ze vallen zo goed als samen. Dus uh, kleinere tijdstappen leidt met jouw numerieke methode tot betere, nauwkeurigere uh, meetwaarden. We kunnen ook nog even inzoomen op dat gebiedje uh, rondom het punt dat het steentje op de grond valt. Ziet er zo uit. En dan zie je ook, ook bij een tijdstap van 0,01 seconde, dat je toch wel een kleine afwijking hebt tussen het numerieke model, de waarde die het numerieke model geeft, en jouw uh, vergelijking. Dus uh, je, hebt, je houdt altijd wel een kleine afwijking, een kleine fout als het ware. Uh, je, ik zou de tijdstap nog kleiner kunnen maken, en dan zul je zien dat die witte lijn nog dichter bij die oranje lijn komt te liggen. Een ander mooi punt is dat je kunt zien is. Uh, dat je uh, niet zo ver doorschiet met je laatste meting. Maar wat je hier ook mooi in kunt zien, is hoe belangrijk het is om jouw stopconditie goed uh, te geven. Want je wil natuurlijk dat het uh, programma stopt als een steentje de grond raakt. Maar op het moment dat je had geschreven: ik wil dat het programma stopt wanneer i gelijk is aan 0. Dan zul je zien als je het programma laat draaien dat het programma niet stopt. En uh, waarom is dat? Nou, dat kun je hier mooi zien. Er is geen één meetpunt waarbij i precies gelijk is aan 0. Het ene laatste meetpunt daar is i eh, iets van 8 centimeter en het laatste meetpunt daar is i iets van min 40 centimeter. Je krijgt geen meetpunt waar die precies gelijk is aan 0, eigenlijk nooit. En daarom dat het ook belangrijk is bij een stopconditie om aan te geven: eh, i is kleiner of gelijk aan 0. Of een waarde is groter of gelijk aan 0. Vergeet je dat groter of kleiner in het benoemen, dan kan je dat een punt kosten op het examen.